Het leuke is natuurlijk dat de houtmarkt ervoor zorgt dat je vanaf de Molsparking op een veel prettige manier naar de Ginneke Straat en naar de, via de Halster naar de Grote Markt kunt komen. Breda nu. Dit weekend is de houtmarkt heropend. De houtmarkt verbindt de Ginneke Straat en de Akkerstraat met elkaar. Vanaf nu is iedereen uitgenodigd om langs te komen in het leukste winkelstraatje van Breda. We staan hier nu vandaag op die vernieuwde houtmarkt. Wat kunnen de bezoekers hier gaan vinden? Maar misschien, wat kunnen ze hier gaan vinden? Heel veel mensen in Breda kennen de oude houtmarktpassage nog. Dat was een plek die steeds slechter wordt, was een beetje een negatieve spiraal was. Nou, we zijn begonnen, we hebben het dak eraf gehaald. Hè. Je ziet gewoon, in Nederland hebben wij is het klimaat vaak goed. En Nederlanders die lopen het liefst toch in de winkelstraten, niet buiten. Dus wij hebben gewoon weer een winkelstraat ervan gemaakt. Dus vandaar is het ook de houtmarktpassage wat was, is nu de houtmarkt geworden. Nou, maar wat proberen wij hier te doen? Hè? We maken hier een mooie mix van een beetje onderscheidende winkeliers, onderscheidende horeca die hier bij elkaar komt. Hè? En eigenlijk de zaken die misschien soms net niet op het A1 winkelgebied kunnen zitten, maar wel heel dicht daarbij willen zitten en die iets onderscheidends doen, die kunnen hier terecht. En daar zijn we ook heel kritisch in. Dus we zoeken echt de goede huurders bij elkaar die totaal een mooi totaalplaatje kunnen vormen en passen bij de sfeer die we hier willen creëren. De nieuwe houtmarktpassage, eigenlijk de nieuwe houtmarkt. Wat vindt u? Nou, hartstikke mooi. Je laat zien dat je als stad moet blijven vernieuwen om aantrekkelijk te blijven. En volgens mij is het hier prima gelukt. Een passage uit 78. Een totaal nieuwe uitstraling gekregen. Bij de tijd gebracht. Met bij de tijdse winkels. Met bij de tijdse patronen. Nou, volgens mij kunnen we als stad apetrots op zijn dat een aantal ondernemers hier het lef hebben getoond om deze passage op deze manier te vernieuwen. Dus we willen eigenlijk gewoon laten zien. Hè. Kijk, het leuke is natuurlijk dat de houtmarkt ervoor zorgt dat je vanaf de Molsparking op een veel prettige manier naar de Ginneke Straat en naar de, via de Halster naar de Grote Markt kunt komen. En we willen mensen ook laten ervaren dat die looplijn, dat je op deze manier dus kunt lopen. En dat het eigenlijk veel prettiger is op die manier van het parkeerterrein naar de stad te gaan. Kortom, de leukste straat van Breda. Wat zeg je, het leukste straatje. Hè. We zijn een gezellig leuk straatje. Dat is het leukste straatje van Breda. Nou, wat je ziet aan winkeltjes, mensen willen natuurlijk bijzondere winkeltjes hebben. En niet de standaard winkels die ze in elke stad tegenkomen. En als je nu naar deze passage kijkt, dan heb je hier de verschillende type winkels. Natuurlijk een aantal grote winkels die we overal van kennen. Maar een paar typische winkeltjes waar je denkt van, daar kom ik speciaal voor naar Breda. Daarvoor kom ik speciaal naar de houtmarktpassage. Daarvoor ga ik niet achter mijn pc zitten om op internet te shoppen. Maar laat ik zien, moet ik echt naar Breda komen? Kom ik echt graag naar Breda? Kom ik echt ervoor zorgen dat die stad levend, bruisend en vitaal blijft?